Dit programma van Leiden Amateurvoetbal wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Alert, het begint hier flink te regenen hier bij Voorschoten 97. Maar je hebt net een hele pittige finale achter de rug tegen de leden onder 23, Katwijk onder 23. Wat was jouw beleving hierbij? Ja, dit was geen makkie. Nee, het waren een hoop kaarten uit vanaf een minuutje of 60. Daarvoor eigenlijk niet. Maar ja, op een gegeven moment moet je de grens trekken. En ook om duidelijkheid te verschaffen. Dus dat hoort bij je taak. Ja, er werd in ieder geval wel gestreden. Hè? Het waren twee ploegen die wilden winnen. Ja, absoluut. Ja, dat is mooi. Ik denk dat dit een hele mooie finale was met heel veel strijd. Nou is het, meen ik, al je vierde finale die je fluit voor Leiden Amateurvoetbal. Dit is dus Sport of Leiden Amateurvoetbal Cup. Dat blijft toch altijd even leuk dat je nog bij ons mag komen fluiten, hè? Ja, zeker weten. En volgens mij is er zelfs eentje meer. Volgens mij zijn het er vijf. Vijf al? Ja, volgens mij wel. Ja, ik kan er nog een aantal herinneren. Dokos, sowieso een mooie finale bij Valk 68. Volgens mij kom ik zo met... RS, RCL. Ja, volgens mij kom ik... Maar jij komt nooit meer van ons af? Nee, ik ben bang van niet. Nee hoor, dat vind ik prima. Hé, hey, maar bedankt voor je komst. We gaan het kort houden. Wederom... Top dat je er was. UEFA, match official, fantastisch seizoen gefloten, neem ik aan. Ook tevreden? Ja, zeker. Heel mooi internationaal seizoen ook gehad. De Eredivisie gewoon stabiel gebleven. Dat is altijd belangrijk dat je gewoon lekker in de schaduw blijft. Dat streef ik altijd na en dat is wel aardig gelukt. Ja. Ja. Je blijft jezelf ontwikkelen, hè? Het gaat wel aardig. Nooit snel tevreden zijn, Remco. Nee, dat mag niet. Maar goed, maar we blijven van je genieten. En top dat je er was. Dankjewel. Ja? Oké. Okay. Graag gedaan.